Those who fled are being hunted, and those foolish enough to remain have been executed. Do you see all that I have done? Ik ben world art director en dat betekent eigenlijk dat ik zorg draag over de artistieke integriteit van ongeveer de helft van het spel. We hebben de hoeveelheid content in twee verdeeld. De ene kant noemen we de world, de andere kant noemen we de gameplay. En ik ben dus verantwoordelijk voor de art for the world. De allerbelangrijkste graadmeter voor succes, de mate waarin het spel leuk is om te spelen. Het is voor ons expliciet niet het doel om een zo mooi mogelijk spel te maken. Dus voor ons is het heel belangrijk dat de art eigenlijk bijdraagt aan de gehele spelervaring. En moet je je voorstellen dat we ons met name concentreren op het duidelijk leesbaar maken. Kan ik goed zien waar ik naartoe moet? Kan ik iemand die in de wereld rondrent makkelijk herkennen? Our numbers will continue to dwindle. We can no longer protect ourselves, much less the survivors. Ik ben ooit begonnen in een kantoor in Prinsenbeek, inderdaad. En dat is lang geleden. En dat was mijn eerste baan. Daar was ik heel blij mee dat ik daar mocht beginnen. Ik ben nu World Art Director bij Bungie in Seattle. Ik ben heel goed in het bouwen van werelden. Daar komt het eigenlijk heel simpel gezegd op neer. Ik ben ooit begonnen als concept artist, waarbij ik dus eigenlijk in hoofdzaak concentreerde op het maken van beeldmateriaal, ontwerpen voor een wereld. En in de loop der tijd ben ik me eigenlijk steeds meer bezig gehouden met art direction. If the Red Legion want war, give them war. De gedachte waarop eigenlijk alle spellen van Bungie zijn gebaseerd, is het idee dat alles wat leuk is om te doen, nog leuker is als je het met je vrienden samen kan doen. En daarom is het zo dat wij met Destiny hebben geprobeerd om een wereld te maken waarin je graag je tijd doorbrengt. Er zijn allemaal doelstellingen binnen de wereld die je kunt behalen. Maar minstens zo belangrijk is het idee dat je al die dingen samen kunt doen met je vrienden. En dat je al die dingen als excuus kunt gebruiken om als een soort hobby te beschouwen en tijd met je vrienden online te kunnen doorbrengen.